about a bat. Huh? Where's that guy? Right a bunch of. Once upon a time in Groningen, about 2,000 years ago, there lived a tribe near the town of Tjuchem. They were Celts and called themselves Woads. They lived from the land. Mostly they were peaceful, but sometimes they had to fight to protect their wives and children. Hoe meer je in de middeleeuwen verdiept, hoe meer je ook terug gaat kijken van voor de middeleeuwen. En dan kom je heel snel op het gebied van Kelten. Want Kelten kwamen eigenlijk overal door Europa, kom je die tegen. In verschillende vormen en verschillende stammen. En de levenswijze en de manier waarop de Kelten het aanpakken, dat spreekt ons heel erg aan. Je hebt je een beetje onttrokken aan de hedendaagse samenleving? Ja. Als een soort protest en mensen laten zien dat het ook anders kan en anders moet. Mensen zijn tegenwoordig, vind ik, te veel op zichzelf gericht. Wat bindt jullie? De saamhorigheid. We zijn voor elkaar. Ja, je hoeft elkaar aan te kijken en je begrijpt elkaar. Dus... Dan kun je ook met elkaar gaan thee drinken. Doen we ook. Maar waarom hoort die Keltische lifestyle daarbij? Omdat het terugbrengt naar je oergevoelens van wat eigenlijk weg is. Uiteindelijk, wat de bedoeling is om hier een Keltisch dorp neer te zetten met hutjes, zoals het daar staat. Daar kunnen dan mensen komen en kunnen dan kennis maken en proeven hoe het leven vroeger was. En weer terug naar de basics, zeg maar.